Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Cinemagic Figures. Dus ik hoop dat ik het goed zeg. En vorige keer hadden wij natuurlijk die Ario gemaakt. En dit keer gaan we een nieuw item maken. Ik ben heel benieuwd, er zitten er 5 in. We hebben al deze, dat was de Pinocchio, die hebben we al gehad. Dumbo moeten we nog. Ariel hebben we vorige keer gehad. Winnie de Pooh, die hebben we al gehad. En die heb ik niet ooit opgenomen, maar die heb ik al. Dus dit is nu de kans dat ik Dumbo krijg of die Winnie de Pooh. Ik ben heel erg benieuwd, want ze zien er allebei heel erg gedetailleerd uit. En dat allemaal in dit kleine doosje. Ik ga het uitpakken. En eens even kijken. Zo te zien komt er een stukje Dumbo uit. Want ik zie hier namelijk een olifantje. En een stukje... Ja, wat is het? Een stukje berg. Ik ben erg benieuwd. Wat hebben wij hier allemaal in te vinden? Ik ga het zelf maar uitpakken, want het zit allemaal heel netjes ingepakt in een klein plastic vervelend zakje. Zo, ik heb hier wat onderdelen. Oh, wat klein! Kijk nou! Dat is dat dingetje wat natuurlijk... Oh, wat grappig. Die zit natuurlijk in de hoed van de olifant. Wat grappig. Dat is dat, ik weet even zijn naam niet meer. Maar jullie kunnen dat in de comments wel verzetten natuurlijk. En hier is ook wel grappig. Ik zie hier namelijk de raafjes. Want die waren natuurlijk ook bij Dumbo. Kijk hoe klein het is. Het is echt fantastisch. En hier hebben we dan met die grote oren, dat is niet te missen, Dumbo. En deze ziet er in ieder geval makkelijker uit in elkaar te zetten. Hij is niet te vergelijken. We gaan gelijk die kop even aan elkaar doen. Zo. Moet dat zo op die manier? Oh, zijn neus valt eraf. Kijk nou, Dumbo zonder neus. Het zijn allemaal losse onderdelen, maar sommige onderdelen hebben ze dus al blijkbaar in elkaar gezet voor ons. Ik weet niet hoe dat komt, maar natuurlijk in zijn neus heeft hij die veer zitten, zoals je ziet. Hè? Dan gaan we die andere flaporde nog aan toevoegen. En dan komt natuurlijk zijn, kijk hoor, zijn prachtige, even kijken hoor. Ik moet even op de foto kijken hoe het eruit ziet. Hier zo zien we een fotootje. Ik zie dat die gasten, die duwen hem aan. Die duwen hem aan, dus die zitten bij zijn reet. Dus ik denk dat we hier ergens... Die moeten toevoegen dat hij hier aan vast komt te zitten. Even kijken hoor, we gaan Dumbo plaatsen op de bovenkant van dit stippeltje zo. En dan gaat dit daarin. Het is zeg maar, zijn pootje gaat in de... Huppakee, nu staat hij in ieder geval op de rots zo. Oh, dat ziet er zo leuk uit hè. Nu even kijken, hoe zit dit precies in elkaar? Want het zijn weer hele kleine vervelende miniatuur dingetjes. Waar is het rode van? Hoort dat in de hoed? Volgens mij moet dit hier omheen. Zo. En dan moet dit hoofd moeten zo... Kijk. Het hoofd gaat er niet meer op, omdat dat ding ervoor zit. Maar dat moet toch, hij moet toch dat echt om zijn nekje... Oh, zo. Ik heb het alweer verkeerd gedaan. Ik zie het nou alweer. Hij moest andersom. Oh, nu ziet hij er veel leuker uit. Ik snapte eerst niet waar het voor ging. En dan krijgen we het hoedje. Dat komt er nu op zo. Dan gaan we deze doordrukken als het kan. Zo, hij drukt dat door. En dan krijgen we dit grote hoedje. Dat komt dus precies op het midden van... Op de bovenkant. Oh, wat een miniatuur dingetjes. Nou, na een kwartier lang lopen vloeken en lopen proberen. En ik heb volgens mij een hele rode duim. Het valt nog wel mee. Zit hij erop? Ja, ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Maar in ieder geval, ik ga er niet meer aan zitten. Ik moet weer hele constructie in elkaar gaan doen. Deze moet er ook weer op helemaal. En dan hoop ik, ik hoop dat hij goed zit. Van moet hij zo? Ja. Gaat deze erop? Zo. Komt waarschijnlijk niet meer los nu. En het laatste onderdeel zijn die vogeltjes. En die vogeltjes gaan we dus hier kijken. Die moeten dus bij zijn reet moet hij dus zo erop komen. Kijk. Nou, dit is echt super grappig gedaan. Het zit echt fantastisch in elkaar. Dat zeg ik je eerlijk. Moet je kijken. Ik vind het wel echt heel gedetailleerd. En dat allemaal in dit kleine doosje. Ze hadden me er net niet in kunnen doen, zoals je ziet. Dit was Dumbo. Die ging wat makkelijker dan de vorige. Zo dames en heren, aan de rechterkant zie je de vorige video. Dat was namelijk dat we Ariel in elkaar gingen zetten. En daarvoor hebben we Pinocchio in elkaar gezet. Dan kan je de onderste video aanklikken. Dus lijkt je leuk om een van die video's te zien hoe ik dat ga bouwen. Dan zie je dat ook. En het eindresultaat mag er zeker wezen. Voor de mensen die nu doorkijken, vergeet geen like achter te laten. En dan zie ik je volgende keer terug in een nieuwe aflevering. Wie weet van Winnie de Pooh, want die moeten wij nog als laatste. Dus zeker weten, bij de 100 likes gaan we zeker weten die Winnie de Pooh. Ga ik die zoeken in de winkel en dan ga ik die halen en dan gaan we die opnemen speciaal voor jullie. Tot dan, doei doei!